In april werd in een volle zaal in de John Gever Studios het Remember Ramses concert gegeven. Diverse Nunense muziekgroepen verzorgden deze ode aan Ramses Shaffy. Hoe is het idee voor Remember Ramses ontstaan? Het is eigenlijk ontstaan op de dag dat Ramses Shaffy stierf. En dat was 1 december 2009. En dat ik als liefhebber van muziek van Ramses dacht van... Hey, er zullen veel meer mensen in Nuenen zijn die liefhebber zijn van Ramses muziek, van de liedjes. En wat zou het nou leuker zijn als we in Nuenen iets op poten kunnen zetten, een heel programma kunnen maken rond die liedjes van Ramses Shaffy. Hoe zijn de muziekgroepen gekozen? Dat is een beetje arbitrair. Ik heb een lijstje gemaakt van koren waarvan ik dacht van nou, dat past een beetje bij hun stijl van zingen. En daar kunnen die liedjes van Ramses Shaffy goed op aansluiten. Nou, daar zijn dus in totaal 8 koren en de brassband aangeschreven. Zing! Dat mensen, dat er ook mensen waren van Ramses Shaffy, nou, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. En dat ik uit alle koren terughoor van dat mensen van liedjes van Ramses Shaffy zijn gaan houden. Die het daarvoor helemaal niet hadden. En dan denk ik, ja, yes, dat is het. Dat Remember Ramses mogen presenteren. Hoe bent u tot die functie gekomen? Dat werd mij gevraagd. Ik heb dat al vaker gedaan. En ik vind het heel belangrijk om een verbinding te maken tussen hetgeen op het podium gebeurt en de mensen in de zaal. En als je daar wat zorg en aandacht aan besteedt en je hebt de juiste mensen die alles voor je uitzoeken, dan is daar iets heel moois aan te maken. Wat vond u van het initiatief? Dat vond ik geweldig. Voordat het hele verhaal zijn aanvang nam, was het heel moeilijk om uit te gaan van een thema. En iedereen moest liedjes zingen van Ramses Shaffy. Nou heeft hij natuurlijk geweldig mooie liederen geschreven die vol beleving zitten en enthousiasme, maar ook hele diepe dalen heeft hij beleefd en in zijn nummers tot uitdrukking gebracht. Dan even terugkomend op die verenigingen die meededen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, er waren door zanggroep Midoren, die eigenlijk het initiatief heeft genomen samen met Frans Lammers, een aantal verenigingen aangezocht om mee te werken. Uiteindelijk hebben 6 koren en de brassband aangegeven. Nou, wij willen ons daarvoor inzetten. Het is stil in Amsterdam. Bent u bij het Remember Ramses terechtgekomen? Nou, het was zo dat ik in januari, februari 2010 gevraagd ben door de zanggroep Midoren, het bestuur daarvan. Gezien mijn expertise wat betreft het organiseren van evenementen. Al bijna 15 jaar bij het Nunes Mannenkoor actief daarin. En zodoende ben ik benaderd en ik vond het ook wel leuk om dat te doen. Oh, on your skin, ah.
U heeft het net over organiseren. Was dat ook uw functie binnen deze club? Ja, dat was de bedoeling. Dat ik dus heel het plan zou maken en dat ook verder uit zou werken in overleg met het bestuur van Midori. Was de samenwerking? Die samenwerking hebben we gisteravond nog eens geëvalueerd. Zijn we bij elkaar gekomen met z'n allen. En we zijn echt enthousiast over die samenwerking. Vanaf het eerste begin, we hebben eigenlijk maar in 6 bijeenkomsten hebben alles in elkaar gedraaid. En het leuke was dat in allerlei koren, daar zat die expertise ten aanzien van het opzetten van een draaiboek. En daar zat weer expertise ten aanzien van het opzetten van een begroting. He, want wij, ja, Midori bestaat maar nog maar 7 jaar. En ja, wij dachten nou op de achterkant van een bierveeltje, als je ongeveer zoveel mensen telt en zoveel, nou dat komt wel goed, hè. Maar op zich is het natuurlijk fantastisch als men dan ervoor kiest om met al die verenigingen nummers te kiezen van Shaffi. En die elk op zijn eigen manier dan zeg maar ten tonele voert. Er zat zang bij, er zat wat beweging bij, er zat allerlei manieren om aan sfeer te bouwen bij. Mensen zongen mee. Ja, het zat gewoon erg, erg prachtig, erg leuk in elkaar. Wat was er nou specifiek aan het logistieke gedeelte? Nou, het was zo dat hun hadden nog geen inventarisatie gedaan van het aantal deelnemers. Nou, dat bleek 231 personen te zijn. En toen bleek al heel gauw dat de optie die ze voor het klooster hadden, dat niet ging qua capaciteit. En zodoende zijn wij uitgeweken naar Jongeven Studios. Waar heeft u allemaal naar moeten kijken? Nou, naar heel de logistiek, de opbouw van en de indeling van de zaal, het geluid, de verlichting, alles wat daarmee samenhangt. En we wisten al dat de akoestiek dat prima was, omdat wij daar met het Kozakkenkoor al geweest zijn, met het Nunesmannenkoor. ...2013 staat eigenlijk alweer in ons hoofd gegrift van, daar gaan we iets doen. Iets soortgelijks, we weten nog niet wat. Misschien ook in een iets andere formule, maar in ieder geval wel ja, met dezelfde formule, zeg maar. De artistieke formule, die is uiteindelijk goed bevallen.
we hebben heel veel plezier gehad. En, dus dat is goed. Kunnen we terugzien op een geslaagd concert? Na afloop dacht ik van, mijn droom, om het zo maar even te zeggen, die is helemaal werkelijkheid geworden. Het is gewoon precies gegaan zoals ik gedacht had. En er waren echt momenten bij dat ik gewoon een brok in mijn keel had, de rillingen over mijn rug liepen. Net zoals toen we samen, we zullen doorgaan. Dat werd door iedereen samen in die zaal op het eind gezongen. Nou, dat is echt een kippenvel moment. Nou, dat soort dingen. Dan denk ik, ja, dat moet muziek zijn. Dat moet iedereen raken. Dat moet, zoals die liedjes van Ramses, en dat is ook waarom ik een liefhebber ervan was, ook mensen raakte altijd. En in al zijn teksten was dat te merken.